Vandaag trapt voor het nieuwe seizoen af in ons eigen stadion tegen Almere. Gerzuut zie je al op de achtergrond aankomen. Ja, vorige week hebben we natuurlijk de eerste wedstrijd tegen Feyenoord gehad. Niet de minste, de landskampioen, waarvan natuurlijk met een 0-0 gelijkspel met één punt naar Hoessin gekomen. Vandaag voor Almere, hopelijk een driepunter. Het weer is schoon, we hebben nu je spelers. Ik ben benieuwd wat we vandaag hier gaan praat maken. Ja, hier vandaag de eerste wedstrijd weer hier in het stadion. Wat denk je ervan? Je komt tot ze winnen. Winnen, ja, zeker. Hey, en wat, wij gaan dan scoren vandaag? Noslin. Ja, ook. Ben ik zo ook Noslin? Noslin en Glodon. En met wie gaan we vandaag winnen dan? 2-0. Ik kom ook 3-2-0. Ja, ik verwacht een goede wedstrijd te zijn. Aangezien vorige week tegen Feyenoord zo goed ging. Dus ik hoop vandaag ook een leuke wedstrijd te zijn. Ja, ze hebben heel goed zijn werk gedaan. Er zitten leuke nieuwe spelers tussen, zoals Halilovic. Daar heb ik een hele goede indruk van gekregen. En Rogier ziet er bijvoorbeeld heel leuk uit. Ja, er zijn inderdaad geen leuke spelers gegangen. En ja, het is hopen dat Tarik Sierhuis fit is, dat hij de goal om noemen kan maken. Zo, Doep is er al helemaal klaar voor. Dan heb ze tenue aan, de vlag biedig. Heb ze er een beetje zin in vandaag? Jazeker, ik heb er wel zin in. Ik verwacht veel van de wedstrijd. Ik denk dat ze ook gaan winnen. Ja, we staan er goed voor, denk ik. Zo. Als ik alles zo zie wie het team in één stuk, dan denk ik dat we er voor nu zeker Almere goed voor staan. Dus, het is even zin. Ik vind Halilovic een hele goede toevoeging. Dus als hij het kan laten zien komend seizoen, denk ik dat dat wel de grote verrassing is dit seizoen. Well, hello Isitan. Nice to see you. Nice to see you too, yes. Well, summer stop is over. It's time for the first game here. What are your predictions today? I hope we win. We start with a home win. I think we have a good squad. The team spirit is good. Everything is quite positive. I think the players are... I mean, I saw a few of them yesterday and everyone is positive. So I hope we get the result today. If you look at the base, I think from next year we have Rozier. Of course, Halilovic and Sierhuis. I think he will... He's on the bench today, maybe he'll get some minutes. I don't know, I think we kept most of the squad, so that is also an advantage, I see it. I look forward to it, yeah. Enjoy the match. Thank you, you too. Ja, Johan de Kleen, operationeel manager. Laatste jaren veel verbeterd in en rond het stadion. Mooie murals, de kleedlokalen verbeterd. Ook dit jaar weer verbeteringen. Ja, Maurice, er zijn vandaag de dag ook weer een aantal goede verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste zijn toch wel de toiletten. Ik denk dat die er fantastisch goed zijn. Ik vond zelf dat we als club niet echt hele klantvriendelijke toiletten hadden, zal ik maar zeggen. En zeker gezien het aantal groeiende jeugdleden ja, is dat toch wel een must als ze met die pap of met die mam of verder nog naar het stadion komen. Dat ze gewoon fatsoenlijk in een urinoir netjes kunnen plassen in plaats van in zo'n pisbak wie we die hadden. Dus daar ben ik oprecht wel heel erg trots op dat we dat als club hebben weten te realiseren. Ja, Koen, speciale plek in het stadion. Fortuna heeft Fortuniors weer in eigen beheer. En we hebben ja, speciaal voor die Mechelkes en Snaken een nieuwe tribune ingericht. Ja, het zit zo. Het beleid van de club is natuurlijk om in te zetten op Kinger. En zoveel mogelijk Kingertentjes als meer om naar het stadion te komen. En daarvoor hebben we eigenlijk sinds dit seizoen weer de familietribune. Wat ook gesponsord is door het retailpark Sittard Gelein. En daar kreeg de Kinger, boete de membership, ook een gratis lidmaatschap van de Fortuniors. En dan proberen we eigenlijk voor de Kinger hier ja, allerlei dingen te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld hier de nieuwe Krietmoer, hoe Kinger een wens kan opschrijven voor een Fortuna-speler of speelster natuurlijk. En we hebben ook sinds dit seizoen een snackbox, hoe ze dan een Fortuna-presentje bijkrijgen. Dus we proberen zoveel mogelijk ja, in te zetten dat de Kinger zich hier, dat ze het leuk vinden hier. Ook nu, heb ze al in de hang, een nieuw bekersysteem. Ja, we hebben een nieuw bekersysteem. Zoals je wellicht weet is het verplicht om vanaf 1 januari over te gaan op hardcup bekers. Althans, de mos over op recyclebare bekers of op hardcup bekers. Nou ja, we hebben de keuze gemaakt om met onze eigen designs hardcup bekers te gaan voeren in het assortiment. En nee, zomaar gaat ze niet. Nee, dat zijn ware collectors items. Hè. En dat is ook een beetje de gedachte erachter. Nou ja, het idee is heel simpel. Dan ga je een drankje bestellen. Dat betaalt 2 euro. Statiegeld eigenlijk borg. Dan mochten ze de beker of met een hoesnummer
Of de levert ze hem na de wedstrijd in of tijdens de wedstrijd in. En krijgt ze een muntje, wat ze weer de volgende keer kent gebruiken om een beker te krijgen. Of de kent ze hem doneren aan de academy of aan de sfeeractie van de supporters. Daar hebben we van die mooie groene bakken voor staan met academy stickers erop. Dus ja, dat is eigenlijk de mogelijkheid. Ik denk dat de eerste wedstrijd heel veel bekers met naar huis gaan. Want wie zal zei, dit zijn gewoon collectors. Dit wil ze gewoon hebben toes. Ik ga dadelijk even kijken of ze ook lekker drinken, maar dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Dik smaakt volgens mij toch alles, dus het maakt niet eens uit in welke beker dat zit, toch? Ja, dan gaan we eens kijken wie dat geeft. Ah, dat smaakt fantastisch. Jongens, proost. Maak er een schone wedstrijd van. Ik heb genoten van het begin. Entourage in het stadion met de mensen op de tribunes. Hoe de jongens de eerste 20, 30 minuten het ingevuld hebben. En dan sta je denk ik verdiend met 2-0 voor. Dan weet je dat het lastig gaat worden, zeker vroeg in het seizoen. Maar sowieso om dit 90 minuten te brengen. Dan zou een andere tegenstander ook tekort meedoen. Alleen het jammer is dat wij hun ook het gevoel hebben gegeven in de eerste helft dat ze terug konden komen in de wedstrijd door die 2-1. Bij rust, want eigenlijk moet je zorgen dat de marge 2 is bij rust, gezien het spelbeeld in de eerste helft. En dan maak je het jezelf wat makkelijker in de tweede helft. En nu kon het beide kanten op de tweede helft. En ik ben ontzettend blij dat de mensen aanvoelden dat wij het niet meer vol konden houden op het einde. En dat ze achter ons gingen staan, want dat hebben we zo hard nodig. Het is nooit een kwestie van niet willen. Wij gaan er vol voor. Alleen soms heb je fases in een wedstrijd dat het niet lukt of niet loopt. Of dan we verkeerde keuzes maken. Ja, dan is het enorm belangrijk wat de mensen vandaag hebben gedaan door achter ons te gaan staan. Want dan trek je me uiteindelijk over de streep. Ja, Laurens, congratulations. Your first goal after two games already. Thanks. That's what I talked with coach just a few moments. Like that's what we work today in the week. We see that they give a lot of space on the first post. And after I was lucky that the goalkeeper didn't have the time to catch it.
Yeah, it was a perfect header. It was not stoppable for the goalie. Yeah, because the free kick was kicking well. Mm-hmm. I had the right timing for the head and it just entered. That was after 20 minutes, 2-0. The audience sat there and thought, well, it's going to be 4-5-0 at least. Yeah, that was the, like, we always try to play forward to score, to make a spectacle for the fan, even more when we play at home. So yeah, it was the intention, the desire of the team to play forward, to score, to put dominance in the game too. But we have to be a little more like decisive on the last pass or the last shoot. Ja, kan je debuut in de 83e minuut mag je erin komen. Komt nog 6-7 minuten blessuretijd bij. Je kreeg een mooie kans. Je komt van de rechterkant. Ja, ik hoopte dat je er niet over zou beginnen, maar. Ja, de bal was wat ver in de hoek. Ik denk als hij iets korter is, de steekbal, dan kan ik wat meer centraal naar de goal toe. Nu kom ik wat meer vanuit de hoek, maar ik moet die bal natuurlijk wel in ieder geval op doel schieten. Dan heb ik een kans om te scoren. En nu werk ik hem niet goed genoeg af. Zonde, want het had een mooi debuut geweest met een goal. Je bent natuurlijk pas hier, maar hoe voel je je fysiek, lichamelijk? Ja goed, ik maak elke dag denk ik een stapje en dit was de volgende stap. En ik voel me in ieder geval beter dan op het moment dat ik kwam. Dus ik hoop dat ik gewoon door kan bouwen op deze manier en dan ben ik klaar voor meer. In Sittard. How was it? Yeah, I think the start of the season has been good so far. When we look back at last season, we had a really bad start. And yeah, I think the first half was really good. And then we conceded a goal that we should not concede. And then for the second half, the confidence was a bit low. But we keep it together as a team. And yeah, we got the 3 points, which is the most important. There are a lot of positive noises around the fans. Do you recognize them? Yeah, we feel a lot. Also in Rotterdam against Feyenoord, we heard them. And also as a team, we also talked that we should be more together with the fans. We should push each other. Because all together as a family, it makes the things easier, I think. You are like the favorite around the supporters. Like your first game at home. Yeah. How was it? What was that like? How did it feel? I was really happy because the supporters were really nice today, but I think we show also from the beginning of the game, like we want to attack, we want to play football, open football, and I think they like it. And like I said, most important, 3 points home, and we are happy.